Hallo, welkom bij de 11e aflevering van taalklas.nl. Fijn dat u weer kijkt. Ik weet zeker dat u vandaag weer veel nieuwe dingen gaat leren. We beginnen met een filmpje. Kijkt u mee? Een nummer 31. Wie heeft er een nummer 31? Iemand een nummer... Goeiedag, mevrouw. Dag, meneer. Wat mag het zijn? Ja, ik sta het nog na te denken. Oh. Ik ben namelijk mijn boodschappenlijstje vergeten. U heeft uw boodschappenlijstje thuis laten liggen? Ja, in de keuken op het aanrecht. U heeft uw boodschappenlijstje thuis laten liggen in de keuken op het aanrecht? Ja. Dat is niet slim. Nee, het is niet slim. Nee, nee. En ik krijg eters. Eters? Ja. Mensen. Er komen mensen bij me eten. Oh, eters. Ja. Gezellig. Ja. Vrienden? Nee, nee. De baas van mijn man komt eten. Oh, de baas van uw man? Ja. Poep. Ja. Maar weet u wat? Geef u maar een stuk van die pompoen. Een stukje van deze overheerlijke pompoen? Ja. Dat wordt moeilijk. Moeilijk? Ja, dat zal helaas niet gaan. Niet gaan? Ja, ziet u, mijn mes is stuk. Oh, dat is vervelend. Heel vervelend wat u zegt. Dan maak ik tomatensoep. Goed idee, ja. Tomatensoep. Lekker vers en niet uit blik, hè? Nee, uit blik is lang niet zo lekker als vers uit de pan. Zo is dat, kilootje tomaten. Kilootje tomaten. Ja. Ja, dat zal helaas niet gaan. Hoezo? Ja, ziet u, mijn weegschaal is stuk. De weegschaal is stuk. Anders nog iets? Nog iets? Ik heb nog helemaal niets. Heeft u iets waar u geen weegschaal en geen mes voor nodig heeft? Ja, natuurlijk. Voor de paprika heb ik de weegschaal nodig. Ik heb ook nog prijmen, daar heb ik ook weegschaal voor nodig. Appelen, daar heb ik de weegschaal voor nodig. Ja, ik heb wel iets. Een rol beschuit en chocola voor erop. Beschuit en chocola. Dat kan ik toch niet als avondeten geven aan de baas van mijn man? Nee, dat is een beetje vreemd natuurlijk. Geef me een pak melk. Dat heb ik. Mooi. Eén pak melk? Ja. Dat wordt dan €1,15. Alsjeblieft. Heeft u niet gepast? Gepast? Ja, heeft u niet contant geld? Nee, dat heb ik niet. Oh. Mijn kassa is stuk. Uw kassa is stuk? Ja. Heeft u niet gepast? Nee, ik heb het niet gepast. Dan kan ik u het pak melk niet verkopen. Kunt u niet later even terugkomen? Nee. Mijn portemonnee is namelijk ook stuk. Adieu. Nou ja zeg, die is sneller gebrand. Vandaag bij me in de studio. Doré, Idris en Gular. Welkom. Hallo. Hey Doré, je hebt meegekeken naar het filmpje. Ja. Zou je kort kunnen vertellen wat je gezien hebt? Die vrouw, zij wil boodschappen doen. En die man van die... man van die winkel. Ja. Zij wil pompoen kopen. Hij zegt die het mes is kapot gegaan, dus hij kan niet pompoen snijden. Nee. Dus oké, zij zegt geef me dan tomaten. Ik ga tomatensoep maken. Maar die weegschaal die was ook kapot, dus hij kan ook niet wegen. En daarna zij zegt oké, eindelijk. Zij zegt oké, geef het aan mij met melk. Mm-hmm. Dus maar zij heeft aan hem geld gegeven, maar een briefje van €5 was het. Ja. Maar die man zegt, ik heb geen wisselgeld, dus je moet gepaste geld meegeven. Die vrouw was boos en zij is weggegaan. Wat moet je ook met zo'n groenteman, hè, in zo'n groentewinkel? Ja. Laten we beginnen met de eerste oefening. Ik noem een woord en jullie moeten zeggen welk plaatje erbij hoort. Het eerste woord is voor Gular. De kassa. De kassa. Zie jij de kassa op plaatje 1, 2 of 3? De kassa staat op plaatje 2. Juist. Plaatje 2 is de kassa. Gular, de appel. De appel. Plaatje 1, 2 of 3? De appel staat op plaatje 3. Juist. En nog één voor jou. Het nummer. Het nummer. Het nummer staat op plaatje 1. Juist. Hier zien we een nummer. Idris, het mes. Het mes. Plaatje 1, 2 of 3? U ziet het mes op plaatje 2. Juist. En de chocolade. De chocolade. Plaatje 1, 2 of 3? Ik zie het chocolade op plaatje 3. Juist. En nog één voor jou. Het geld. Het geld. Het geld. Ik zie het geld op plaatje 1. Op plaatje 1. En die heb je goed. Doré, de paprika. De paprika. Zie die op plaatje 1, 2 of 3?
Die paprika staat op plaatje 2. Juist. En het pak melk. Het pak melk. Die pakje melk staat op plaatje 3. Ja. En het stuk zeep. Zeep. Die zeep staat op plaatje 1. Idris, de banaan. De banaan. Ik zie de bananen op plaatje 1. Ja. En waar zie jij de pan? De pan. Ik zie de pan op de plaatje 2. En de boodschappen. De boodschappen. Ik zie de boodschappen op plaatje 3. Juist, hier zien we de boodschappen in een karretje. De laatste zijn weer voor u. De portemonnee. De portemonnee. Ziet u die op plaatje 1, 2 of 3? Gular, wat denk jij? De portemonnee. De portemonnee staat op plaatje 3. Juist, hier zien we de portemonnee. En weer voor u. De soep. De soep. Geen tomatensoep, zie ik hier. De soep. Plaatje 1, 2 of 3. Wat denk jij, Gular? De soep staat op plaatje 1. Juist, hier hebben we de soep. En de laatste voor u. De schotel. De schotel. Plaatje 1, 2 of 3. Wat denkt u? En Gular, wat is het goede antwoord? De schotel. Plaatje 1? Nee. Dit is de paprika. Ja. En je zegt meestal de kop en schotel. Dan heb je een kopje met daarbij een schoteltje daaronder. En weet je op welk plaatje we die zien? 2. Plaatje 2. En hier zie je het kopje staan en hieronder de schotel. Is de volgende zin goed of niet goed? Geef het goede antwoord. Idris, de vrouw heeft een boodschappenlijstje. Is dat goed of niet goed? Dat is niet goed. De vrouw heeft een boodschappenlijst vergeten. Is het vergeten? Niet handig. Doré, de vrouw krijgt die avond eters. Is dat goed of niet goed? Dat is wel goed. Dat is goed, juist. Krijg je ook vaak mensen die bij jou komen eten? Nee hoor. Niet zo vaak? Nee, en ik hou niet ook van. Daar hou je ook niet van. Nee. Nou, dat kan, toch? Ja. De volgende is weer voor Idris. De moeder van de vrouw komt eten. Is dat goed of niet goed? Dat is niet goed. Niet goed. De baas van haar man komt voor eten. Ja, de baas van haar man komt eten. En deze zijn voor u. De vrouw wil melk kopen. De vrouw wil melk kopen. Is dat goed of niet goed? Wat denkt u? Idris, wat denk jij? Dat is goed. Dat is goed, hè? Dat heb je goed geantwoord. En de laatste voor u. De vrouw gaat blij weg. De vrouw gaat blij weg. Is dat goed of niet goed? Gular? Nee, jammer. Niet goed. Is niet goed. En natuurlijk gaat die vrouw niet blij weg. Want ze wordt gewoon niet goed geholpen. Ja. De volgende oefening. We gaan weer verder met het oefenen van enkelvoud en meervoud. Kijk, hier staan de woorden in het enkelvoud en in deze laatste rij staan ze in het meervoud. Het meervoud kunt u maken door er en achter te zetten, zoals bij boeken en banken. Maar ook door er een s achter te zetten, bekers en zomers. Dus soms maakt u het meervoud door er en achter te plakken en de andere keer juist door er een s achteraan te plakken. We gaan hiermee oefenen. Zeg de woorden in het meervoud. Gular. 1 worst, 4 worsten. Worsten, juist. En erachter. 1 aanrecht, Gular. 2 aanrechten. Juist. Weer met en erachter. 1 boodschap, 2 boodschappen. Boodschappen. Hé, zie je dat? Er komt ook nog een extra p achter. Ja. En komt erachter, maar ook een P. Weet je misschien hoe dat komt, Gular? Dat is nu meervoud. Ja. Komt het extra P? Ja, door het meervoud komt er extra, zeg maar, en achter. Maar waarom komt die extra P erachter, Idris? Door de korte klank. Ja, juist. Het is een korte klank. Korte klank. Dan gebruiken we twee P's, want nu staat er boodschappen. En als er maar één P zou zijn, dan zou het zijn boodschapen. Ja. En we zeggen boodschappen. Dus om die klank kort te houden, zetten we twee P's neer. Deze is voor u. 1 pan,
Drie. Doré. Drie pannen. Drie pannen. En ja. Weer een extra. En. Want ja. Het is pannen. Een ja. Korte klank. En nog één voor u. Eén fles. Vijf. Wat is het meervoud van fles? Doré. Flessen. Flessen. Met E-en. En S. En nog natuurlijk. Een S. Juist. Ja. Nog een S erachter. Ja. En E-en. Eén fles. Vijf flessen. Ja. Idris. Eén appel. Twee. Appels. Appels, juist. Maar je hoort ook wel appelen. Dus het kan eigenlijk allebei. Je kan en erachter zetten en een S. Dus appels en appelen. Eén schotel, Idris. Twee. Schotels. Ja. En hoe zit het bij blikje? Eén blikje. Vier. Blikjes. Vier blikjes. En deze zijn weer voor u. Eén keuken. Twee. Wat is het meervoud van keuken? Kular? Twee keukens. Twee keukens. En de laatste voor u. Eén vrachtwagen. Vier vrachtwagen. Kular? Wagens. Vrachtwagens. Daar komt een S achter. Juist. Nou, nu gaan we het weer door elkaar gooien. Is het EN erachter of juist een S? Idris. Eén pan. Wat is het meervoud van pan? Is dat pans of pannen? Pannen. Pannen. En dat heb jij. Goed. Eén pan, twee pannen. Eén aanrecht, Idris. Twee. Aanrechten. Twee aanrechten. Heb je ook goed. Doré. Eén fles. Twee. Flessen. Flessen. Juist. En hoe zit het bij worst? Eén worst. Twee. Worsten. Worsten. En de laatste, die zijn weer voor u. Eén mes, twee of meer. Idris. Messen. Messen. Korte klank met dubbel S. Perfect. Nog één voor u. Eén keuken. Wat is het meervoud van keuken? Keukens of keukenen. Idris. Keukens. Keukens. En de laatste voor u. Eén pan. Is het meervoud pans of pannen? Idris. Pannen. Eén pan, twee pannen. Juist. Vonden jullie het moeilijk, dat meervoud, of viel het mee? Nee, vast mee. Ja, het ging ook goed, ja. Toch? Ja. Ja. Nou, ik hoop dat het bij u ook goed ging. Nog even over dat filmpje aan het begin van deze aflevering. We zagen een vrouw in een groentewinkel staan, maar ze was haar boodschappenlijstje vergeten. Idris, maak jij ook altijd een boodschappenlijstje? Ja, ik maak ook altijd een boodschappenlijstje. Ik ga kijken wat ik heb of niet heb. Ja. En ga precies opschrijven. En ik ga zo boodschappen doen. Ja, is wel zo makkelijk. Ja, toch? Zo is makkelijk. Als ik zonder lijstje ga, ik weet niet precies, misschien soms ik heb een ding thuis, ik ga nog een bijkopen, dan blijft over, weet je. Ja. Nou, ik maak ook meestal wel een boodschappenlijstje, maar echt 9 van de 10 keer vergeet ik hem. Sta ik bij de supermarkt en dan denk ik, oh, waar is mijn lijstje? En dan doe ik het toch maar uit mijn hoofd. Nou, laten we gaan kijken en luisteren naar een liedje. En dat gaat over een vrouw in een supermarkt. Maar op de een of andere manier krijgt zij wel heel veel boodschappen in haar karretje. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een kilo kaas. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een liter melk. Een kilo kaas. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een blikje soep. Een liter melk. Een kilo kaas. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een banaan. Een blikje soep. Een liter melk. Een kilo kaas. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? En een tomaat. En een banaan. Een blikje soep. Een liter melk. Een kilo kaas.
Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een stukje worst. En een tomaat. En een banaan. Een blikje soep. Een liter melk. Een kilo ka. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een pakje thee. Een stukje worst. En een tomaat. En een banaan. Een blikje soep. Een liter melk. Een kilo kaas. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschap. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Al dat lekkers. En wat kost dat dan? Een zakje snoep. Een pakje thee. Een stukje worst. En een tomaat. En een banaan. Een blikje soep. Een liter melk. Een kilo kaas. En nu betalen. Ja, op die manier is je karretje natuurlijk wel heel snel vol. We gaan weer even oefenen met werkwoorden. Werkwoorden zijn bijvoorbeeld fietsen, lopen, dansen, drinken. Hè, allemaal doelwoorden, actiewoorden. Nou, kies het goede woord. We hebben hier weer een zin en daarin moet een woord worden ingevuld. Ik, puntje, puntje, de boodschappen. En jullie kunnen kiezen uit worst, betaal en appel. Doré, heb jij enig idee welk woord op de stippenlijntjes moet staan? Ik betaal de boodschappen. Dus ik betaal de boodschappen. En betaal is het werkwoord. Ja. Jij, puntje, puntje, met een vork. Doré, prikt of mes of tomaat? Jij prikt met een vork. Jij prikt met een vork, juist. Ja. Idris, hij, puntje, puntje, zijn haren af. En je kan kiezen uit snoep, geld en knipt. Hij knipt zijn haren af. Hij knipt zijn haren af. Juist. De laatste is voor u. Blikjes cola, puntje, puntje, 1 euro per stuk. En u kunt kiezen uit kosten, geld en fles. Welk werkwoord moet hier op het puntje staan? Gular, wat denk jij? Blikjes cola kosten 1 euro per stuk. Juist. Kosten is hier het goede werkwoord. We gaan nog meer oefenen met deze werkwoorden. Welke zin is goed? Gular, zou jij eerst de drie zinnen voor willen lezen en daarna willen zeggen welke zin goed is? Ik verkoop boeken. Ik verkoop boeken. Ik verkoop boeken. Ja. Tweede zin is goed. Ik verkoop boeken. Juist. Er hoeft geen en erachter, want het is geen meervoud. En er hoeft ook geen t achter, want het is niet hij of jij of zij bijvoorbeeld. Dus ik verkoop boeken. Voor jou, Idris. Zou je ze eerst voor willen lezen? Ja. Jij bekijkt het stripboek. Jij bekijkt het stripboek. Jij bekijkt het stripboek. Ja. Eerste zin is juiste zin. Jij bekijkt het stripboek. Ja, ja, want we hebben een jij-vorm. En dan komt er een T achter. Prima. Doré, drie zinnen voor jou. Hij snijdt de worst. Hij snijdt de worst. Hij snijden de worst. Ja, dit is een lastige, denk ik. Maar die tweede is wel goede zin. Hij snijdt de worst. Tweede persoon is komt altijd T achter. Er komt altijd een extra T achter. Ja. En op zich hoor je het verschil niet, hè, tussen 1 en 2. Yeah. Hier staat hij snijdt. Yeah. En ook bij 2 hoor je hij snijdt. Snijd met T. Yeah. Maar in het schrijven zie je wel degelijk een verschil. Ja, yeah, duidelijk. Goed gedaan, Doré. Deze die zijn weer voor u. Ik lees hem voor. Jullie betalen het pak melk. Of is het jullie betaal het pak melk? Of is het misschien wel jullie betaalt het pak melk? Welke zin is goed? 1, 2 of 3? Kular, wat denk jij? Ik denk de eerste zin is goed. Jullie betalen het pak melk. Jullie is weer meervoud. Het zijn weer meer personen. Dus dan krijgen we en. En nog eentje voor u. De buren pakt hun koffers. Of is het de buren pakken hun koffers? Of de buren pak hun koffers? Welke zin is goed? Is het 1, 2 of 3? Is het pakt, pakken of pak? Gular, wat denk je? Ja, misschien de tweede zin is goed. De buren pakken hun koffers. Je twijfelt? Of één. Of één.
Nee, 2 is goed. 2 is goed. Ja, 2 is goed. Kan je ook uitleggen waarom? Ja, buren, niet 1 persoon. Meer. Hè, buren dus, is meervoud. Er zijn 2 hè, of misschien wel meer personen. Dus gebruiken we en. Ging goed, toch? Ja. In deze oefening moet u het goede woord kiezen. Wat is goed? Koop je een meskaas of een kilokaas, Idris? Wat koop jij, een kilokaas of een meskaas? Of misschien koop je wel nooit kaas. Koop je wel eens kaas? Maar ja, ik koop wel kaas, okay. Ook soms kilo, maar ook soms voor bladeren. Een kilo kaas, juist. Ja. Is een kilo 2 schotels of 2 pond, Doré? Is een kilo 2 schotels of 2 pond? Hoe noem je dat? 1 kilo is 2 pond. Juist. 1 kilo is 2 pond. Doré, heb je een portemonnee met geld of in geld? Portemonnee met geld of in geld? Portemonnee met geld. Juist, hè? Je hebt een portemonnee met geld. Ja. Yeah. Als het mee zit, toch? Ja hoor. En deze 2 zijn weer voor u. Betaal je de boodschappen over geld of betaal je de boodschappen met geld? Is het woordje overgoed of gebruiken we het woordje met? Kular. Betaal je de boodschappen met geld? Ja, je betaalt de boodschappen met geld. En de laatste voor u. Kun je een blikje oprapen of is het inrapen? Hè? Als een blikje op de grond ligt, de vloer, en je, raap je hem dan op of raap je hem dan in? Hoe zeg je dat? Weet u het? Kular, weet jij het? Misschien op. Misschien op. Heb je weer goed? We zijn alweer bij de laatste oefening, de puzzel. Kijkt u met me mee. Wat hoort bij elkaar? Nou, we hebben de zinnen. Het is van vlees gemaakt. Het is rood en gezond. Het is krom en geel. Het is geel met gaten. Het is in het huis. En je doet het met een vork. En we hebben de woorden kaas, worst, prikken, tomaat, banaan en keuken. Nou, wat hoort nu bij elkaar? Kular, wil jij beginnen? Het is van vlees gemaakt. Worst. Worst is van vlees gemaakt, juist. En Kular, het is rood en ook nog eens gezond. Tomaat. Heb je weer goed. Idris, het is krom en geel. Banaan. Een banaan, ja. En het is geel met gaten. Kaas. Kaas, juist. Deze 2 zijn voor u. Het is in het huis. Het is in het huis. Prikken of keuken, die hebben we nog over. Doré? Ja, het is in het huis is keuken. Is keuken, juist. En de laatste voor u. Je doet het met een vork. Nou, wat kan je met een vork doen? Wat denkt u? Doré? Prikken. Prikken. Ja. Je kan zo prikken met een vork. Vindt u het een beetje lastig? Vraag iemand om te helpen, want u kunt er heel veel van leren. We zijn alweer aan het einde gekomen van deze aflevering. Jullie alle 3 hartelijk bedankt dat jullie er waren. Nee, dat is dank je wel. Graag gedaan. Ik wil u thuis ook hartelijk bedanken voor het kijken. En ik hoop natuurlijk weer dat u iets van geleerd heeft. Wilt u nog meer leren? Dat kan. Dan kijkt u gewoon de volgende keer weer. Tot dan!